Er wordt zoveel gezegd en geschreven over voeding. Maar wat is nu eigenlijk gezond en bewust eten? Ik ben benieuwd wat de experts daarover te zeggen hebben. In Nederland zijn allemaal hypes, maar jullie blijven gewoon steady je eigen ding doen. Hoe doen jullie dat? Ja. Nou, we hebben natuurlijk onze redactieformule en onze uitgangspunten. En een zwarte vijver is voor ons heel erg belangrijk, ja, wat het eten betreft. En onze missie is om van het dagelijkse ritueel eten een feestje te maken. Mm-hmm. En dat doen we dan door hele onweerstaanbare en inspirerende, ja, recepten te geven. Waarbij we ook wel constant kijken vanuit het hele typische delicious gevoel. Ja. En wat we met z'n allen natuurlijk ontwikkeld hebben en bewaken, zeg maar. Waarvan dingen ook wel, ja, omschreven zijn. Maar het is ook een gevoel van wat je met z'n allen op de redactie deelt. Want is het dan zo dat jullie eigenlijk elke dag ook bijleren? Of schrijven jullie dan toch ook een beetje mee met de hypes of de ontwikkelingen? Nee, natuurlijk volgen we alle ontwikkelingen op voedgebied met de dag, zeg maar. En er zijn natuurlijk heel veel trends. Er zijn heel veel, maar ook wel hysterische trends, zeg, ja, maar. Dus we gaan niet overal in mee. We kijken heel erg van wat gebeurt er en wat vinden wij vanuit Delicious, van waar we wel en niet in mee moeten gaan. We willen ook altijd laten zien, het noem het superfoods of noem het powerfoods. Daar hebben we ook wel hele nummers aan besteed. Maar wij eigenlijk is ons motto van eet met gezond verstand. Ja. In plaats van heel extreem bepaalde... bepaalde stromingen volgen. En ik denk dat je, als je dat doet, dat je dan al een heel eind komt. Het voordeel van alle hypes vind ik dat we wel, weet je, je staat hier in de alle hypes, sta je opeens hier. Ja. Dus het is ook wel heel erg goed voor bewustzijn voor een heleboel mensen. En als je dan met z'n allen ergens hier uitkomt, waardoor het iets minder dwingend is en waar je toch breder kunt kijken naar van wat goed eten en mooi voedsel jou kan bieden. Ja. Dat is dan winst, zeg maar. Dat zeker. Is winst. De bewustzijn in Nederland is enorm gegroeid. Absoluut. We komen er toch een stuk verder mee. Dus misschien heb je dat wel nodig, die extreme, om uiteindelijk een veel breder bewustzijn te creëren. Als je dan nu terugkijkt naar de listjes die je 8 jaar geleden hebt gemaakt. Als je daar dan doorheen bladert, sta je daar dan nog achter? Of hoe kijk je daar dan op terug? Ja, daar sta ik helemaal achter. Omdat het staat echt helemaal vol met hele mooie recepten. En ik vind dat we daarin als delicious ook wel het verschil maken. En, maar wat je wel ziet, is dat we hebben nu bijvoorbeeld dit nummer hebben we nu gemaakt. Ja. En dan komen we eigenlijk tot de conclusie dat er heel weinig vlees in zit. Ja, dat we toch op de een of andere manier kiezen voor heel veel groenten en wat minder vlees. Ja. Alleen dan denk ik, maar het vorige nummer of het volgende nummer zullen we echt weer uitgebreid aan het besteden aan vlees. Dus de optelsom bij elkaar is dat je zowel voor vlees goede recepten krijgt als voor als je als vegetariër of zelfs als veganist of als flexitariër door het leven wil gaan. En we besteden echt veel meer aandacht aan dat vlees is echt minder geworden. Het hele veld waarin we spelen met food is natuurlijk zo ontzettend breed. Het gaat om het dierenwelzijn, het gaat om mensenwelzijn, het gaat om hoe gaat het met onze aarde, het gaat om hoe gaat het met arbeidsomstandigheden. Ik bedoel, het is een heel grote bol waarbinnen we allemaal onze rol kunnen vervullen. En ik zie vanuit de liches is het natuurlijk niet zo, het is niet een enorme grote rol, maar wel een belangrijke rol. Dus door die hele, het meebewegen, zeg maar, met de receptuur die we brengen. En ook de verhalen die we vertellen over mensen die bezig zijn met het ontwikkelen van goed eten. Wij zijn ook best wel, hebben altijd al die 10 jaar in ieder geval wel van vers, ook zelf. Terwijl je verantwoordelijkheid nemen. Ja, er zijn heel veel mensen die zeggen, ik heb geen tijd om te koken. Maar wij vinden gewoon, als je geen tijd hebt om te koken, dat is hetzelfde als ik heb geen tijd om te slapen. Je moet gewoon, of voor dat eten, daar moet je gewoon aandacht aan zetten. Hoe
kort het ook maar is. Ik vind ook, na seks is eten een van de meest intieme dingen die je doet met je lijf, weet je. Dus je moet daar wel aandacht aan besteden. En je moet daar goed over nadenken. Om, wat neem ik in om, waarbij je goed voelt en goed kunt functioneren. En wat ook nog heel erg lekker is. Eten, goed eten. Het is ook zo de social clue van deze tijd. Ja. Ja, ik hoef het jou ook niet te vertellen van hoe fijn het is als je met je familie of met vrienden, of als je nou uit eten gaat of als je thuis kookt, hoe fijn het is om met elkaar te eten. En te proeven en te genieten en te praten. Ja. En het is echt nog een moment dat we stilstaan op de dag, als je geluk hebt. Ja, het is dus erg genieten. Ja. En dat moet je jezelf gunnen. Want ik vind dat je eigenlijk vanuit positief en het plezier en de lol, en dat je zelf dus ook invloed kunt hebben op wat je eet, door in ieder geval bewust daarmee om te gaan. Om te laten zien wat je koopt. En dat betreft vind ik eigenlijk dat er onder andere ook bij de supermarkt een enorme verantwoordelijkheid ligt om niet altijd maar te beginnen vanuit een prijsfactor. Ja. Hè, maar door toch eens te kunnen vertellen van, dit is ons eten, hier komt het vandaan. En het is sappig, het is lekker, het heeft ook nog een plezierige prijs. Of hier moet je wat meer voor betalen, omdat. Ja. Weet je, het is zo vaak alleen maar een van-voor verhaal. Dus als we maar blijven hebben over die prijs en goedkoper. Ja. En, dat helpt de consument ook niet, om daar alleen maar op te focussen. Nee, ik vind het niet een verkeerde boodschap. Ja. Want als jij kijkt naar de toekomst, een aantal jaar vooruit, welke ontwikkelingen denk je dat zich door gaan zetten? Nou, ik denk dat veel meer mensen flexitariër worden. Dat wel echt. En ik denk dat we daar ook heel erg bij gediend zijn als er heel veel mensen flexitariër worden. Dus echt minder vlees gaan eten. Meer groente. En wat ik aan groente heel mooi vind, even los van het feit. Hè, dus dat het beter is en of de zeewierachtig of zo, vind ik ook dat daar een enorme rijkdom zit aan mooie maaltijden, aan smakelijke maaltijden. Het is echt, ik vind het echt fantastisch, hè, dat daar veel meer aandacht voor besteed, omdat het zo ongelooflijk lekker is allemaal. En een beetje granen, alles. Het is wel ook een hele rijk. Dus ik denk eigenlijk dat als je realistisch bent, heb je natuurlijk ook een heleboel mensen nodig die de voorlopers zijn, die de boel aanzwengelen, die ver gaan in hun overtuiging. Maar ik denk dat er al enorm veel zouden winnen als er veel meer mensen flexitariër zouden zijn. En dat gebeurt. Maar ik las nu van de week een stukje over dat vloeibaar voedsel bezig is aan een soort, ik begrijp vooral in Amerika, en vooral bij jonge mensen en bij mannen die helemaal geen zin hebben om uitgebreid te koken. Je hoeft alleen maar te shaken en dan ga je gewoon door met je werk of met gamen of wat je doet, weet je. Verschrikkelijk! Oh, echt, ik heb nu in mijn column iets over geschreven dat ik echt dan echt textuur, weet je. En als mens heb je gewoon zintuig gekregen. En dat blijft gewoon zo verschrikkelijk belangrijk, dat je wil ruiken, zien, proeven, voelen.